Dag lieve mensen, welkom bij Angel Shaman Power. Mijn naam is Jacqueline. Even een update wat betreft de healingen. Die gaan aanstaande zaterdag van start. Ik heb dus een sessie voor de hele maand oktober. Daar kun je aan meedoen. En die sessies, dat is iedere zaterdagmorgen van 9:30 tot 11:00. En dan gewoonlijk doe ik dan een uur healing. En dan heb je nog een kwartier, een half uurtje om vragen te stellen na afloop van de healing. Of van tevoren, dat ligt eraan. Ik leg kaarten voor iedereen apart. En we zijn er maar met 10 mensen maximaal, dus dat lukt gewoon. We werken met de Yinshanyutsu, we werken met edelstenen, van alles eigenlijk. Ja, en met de kracht van het universum, met die gidsen en ook met jouw eigen gids. We hebben natuurlijk die sessies in één geheel aangeboden. Oké, dat is fijn. Maar goed, ik kreeg de vraag, kan het ook apart? Nou, ik had dan van de week had ik die alvast in de webshop gezet voor deze week, de 30ste september en de 7e oktober, die gecombineerd samen. Omdat ik eigenlijk die van 7 oktober wilde doen met een soort, kijken wat is er gebeurd na die eerste healing van 30 september. Wat heb je ervaren dat je dus vragen kunt stellen? En achteraf dan nog een kleine healing. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die zitten al in het proces en die zijn zelf bezig met healingen. Die willen niet meedoen aan deze healing sessies of hebben zoiets van, ja, ik wil eigenlijk alleen maar vragen stellen daarover. Dus wat had ik bedacht en wat heb ik ook mede met mijn gidsen doorgekregen van, goh, bied ze apart aan. Dus de sessie van aanstaande zaterdag, die is dus ook nu los te koop. Dus als je zegt van ik wil meedoen aan die sessie van zaterdag, dat kan. En ja goed, en als je aan beide sessies wil meedoen, klik dan eventjes op dat stukje voor ze alle twee. En ligt er even aan Animo of ik die voor de derde van de eerste, van de 7e oktober, ook ik denk dat ik die ook apart ga aanbieden. Maar goed, dat komt dan straks wel. Maar als jij dus zegt van ik ben zelf met een proces bezig en ik wil eigenlijk alleen maar in het soort Q&A, vraag en antwoord, antwoorden van jou hebben. We zitten dan wel met een groep, maar hou er rekening mee. Je leert dan ook van die andere mensen. Je hoeft natuurlijk niet je hele proces uit te diepen met allerlei diepe stukken. Het kan gewoon in een sessie dat je een bepaald thema gebruikt. Van ja, daar heb ik last van. Kun je me daarop weg helpen? Dan help ik je daarin. Daarmee. En na afloop geef ik dan in die sessie van 7 oktober nog een kleine healing van een half uur. Gewoonlijk is die dus langer. En nu draaien we het dan om. Dus de sessie van aanstaande zaterdag wordt er één van alleen maar healing. En een beetje vragen. En de sessie van 7 oktober wordt er eentje van heel veel vragen. Waar zit je mee? Schrijf het op. En dan kun je dus daarna nog een stukje healing. Ik doe dat bewust daarna, omdat ik dan zie van waar loopt iedereen in vast. En dan dat voel ik dat mijn gidsen geven nu aan van ja, dat ga je dan naar de hand doen. Je gaat eerst een uur vragen beantwoorden waar mensen mee zitten. En dan een stukje healing. Dus heb je zoiets van, hey, ik wil mijn stukjes aanpakken. Zeker voor het 10-10 portaal, want ja, die blijven komen. Het is belangrijk om die dingen op te schonen. Dus zeg je van, ik heb behoefte aan een krachtige healing. Dan mag je meedoen. En dan zie ik jou in de Zoom sessie. Het gaat allemaal via Zoom. Dan kun je inloggen. Krijg je van mij de link. Uiteraard. En ja, als je geboekt hebt, dan zul je zo snel mogelijk uiterlijk één dag van tevoren, voor de sessie begint. Meestal doe ik dat eigenlijk gelijk als iemand bestelt. Of ik moet dan net weg zijn dat jij bestelt en ik ben niet in thuis. En dan dan zul je even moeten wachten. Heb je zoiets van, ik wil eigenlijk een gewone privéconsult, 1-op-1 sessie van de Zoom. Dat kan. Dat staat ook. Kijk dan even op mijn webshop www.menemjacqueline.nl. Daar staat alles op wat ik doe. Telefonische consulten, YouTube sessies die ik maak voor jou, speciaal voor jou. Een videootje. Ik sta er verborgen, kan niemand zien. Dus dat is eigenlijk het stukje waar je ja, hulp bij kan ontvangen of in mijn praktijk, dat ligt eraan. Of via de Zoom, dat is natuurlijk ook makkelijk. Goed, wie weet zie ik je daar in de Zoom-sessie op zaterdag 30 september van 9:30 tot 11:00.
En heb je nu zoiets van, ja, maar ik kan nooit op zaterdag en ik wil eigenlijk toch wel graag meedoen. Kijk, die sessie van aanstaande zaterdag, die kan ik, het gesproken healing neem ik op. Maak ik een spraakopname van, dat stuur ik je zonder beeld. En ook die vragensessies die na afloop zijn, die sla ik over. Dus die sessie van 7 oktober kan ik je dus niet het vraag- en antwoord gedeelte opnemen. Dat vind ik toch te privé. Dan dien je gewoon in de sessie aanwezig te zijn. Ik kan wel het stukje healing voor je opnemen. Maar dat is goed, dat is aan jezelf. Goed, dankjewel voor het kijken. En wie weet zie ik je snel in deze healing. Namaste en fijne dag. Doei doei. Oh ja, er komen nog 2 video's worden gepost deze week met de energie van oktober. Een algemene video. Ik ga deze keer geen video's maken van de, van de sterrenbeelden. Maar ik maak eentje van de sessies voor oktober. De energie voor oktober. Wat betrekking heeft op jouzelf. En dan maak ik een aparte. Wat betrekking heeft op jouw tweelingzielenproces. Dus stagneert het bij jou of zit je heel veel in je psyche, dan is die healing van zaterdag hartstikke geschikt daarvoor. Dan gaan we dat stukje nog opschonen en zeker jouw celgeheugen opschonen, zodat je verder kunt. En dat de stagnatie in al jouw processen opgeschoond kan worden, opgelost kan worden, dat je vooruit kunt. Ja? Want dat is de bedoeling en dat je dus in balans komt. Dat je niet meer in het stukje zit van de psyche, trekt aan me of welke stukjes dan ook. Dankjewel voor het kijken en namaste. En tot snel. Doei doei.